In het Groene Hart Ziekenhuis werken we samen met andere zorgverleners om de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. Een van de projecten die we samen met huisartsen hebben opgepakt is de uitbreiding van onze digitale middelen, de teleconsultatiemogelijkheden. Met een teleconsult vraagt een verwijzer een advies aan een medisch specialist zonder de patiënt te verwijzen. Ik ga praten met huisarts Jantien Stok en MDL-arts Joukje Bosman. Jantien vraagt als huisarts regelmatig een teleconsult aan. En de afdeling MDL heeft sinds een aantal maanden ook een teleconsultatiemogelijkheid. Jantien, kan je mij vertellen hoe een teleconsult aanvragen in zijn werk gaat? Het is heel makkelijk. Het gaat via zorgdomein. Daar werken we allemaal al mee. En in zorgdomein is er een optie, teleconsult. Krijg je een lijstje te zien met overzichten van welk specialisme dat mogelijk is. En per specialisme staan er een aantal inclusiecriteria genoemd. Waar je dan even naar kan kijken of dat de vraag geschikt is voor deze optie. En dan vul je de vraag in en stuur je hem op. En binnen 72 uur heeft de specialist een antwoord gestuurd via de inbox. Kan je een voorbeeld geven van een teleconsult die je eerder hebt aangevraagd? Ja, ik heb toevallig vorige week nog een teleconsult aangevraagd voor een van mijn patiëntes. Daar had ik een echo van de bovenbuik laten maken, want die had wat afwijkende waardes in het bloed. En ik wist niet precies wat nou zinvolle diagnostiek nog was en op welke termijn deze mevrouw op de polykliniek moest komen. Dus dat heb ik aan de maag-darm-levenarts voorgelegd. Die heeft dat bekeken en ik kreeg binnen korte tijd een antwoord met een advies en een beleid. En wat vinden de patiënten van deze mogelijkheid? Ja, patiënten reageren altijd dankbaar. Ze zijn heel blij dat dat kan, dat het bestaat. Vooral ook dat het zo snel gaat. En dat ze vinden het vaak fijn als een medisch specialist ook nog even meekijkt. Maar vinden het ook fijn als ze daarvoor niet helemaal naar het ziekenhuis toe hoeven. Ja. En dat ze gewoon bij ons kunnen blijven. Dat scheelt bovendien tijd, dat scheelt zorgen en het scheelt ook kosten. Want patiënten blijven bij ons in de praktijk. Dus hoeven geen consultkosten voor het ziekenhuis te betalen. Welke voordelen ervaren jullie zelf? Ja, ik leer er wel veel van. Ik krijg van de specialisten vaak een toelichting waarom ze voor een bepaald beleid kiezen. En ik vind het zelf heel prettig dat ik niet de specialisten telkens hoef te bellen en daarmee stoor in hun spreekuren. Dus voor mij levert het eigenlijk ook alleen maar winst op. Oké, bedankt voor de informatie, Jantien. De huisarts werkt zo op een andere manier samen met de medisch specialist. We nemen ook een kijkje bij MDL-arts Joukje Bosman, die inmiddels ook ervaring heeft met het geven van digitaal advies. Joukje, hoe komen deze zorgaanvragen bij jullie binnen? Ja, we krijgen gewoon een melding in de inbox en dan kun je op de link klikken en dan wordt zorgdomein geopend. En in zorgdomein kunnen we dan de aanvraag beoordelen en meteen beantwoorden en ook meteen een antwoord terugsturen. Ja, fijn dat jullie ze op deze manier binnenkrijgen. En wanneer zijn jullie hiermee gestart? We zijn afgelopen zomer ongeveer half juli gestart met de teleconsulten. En we zien dat zowel huisartsen als specialisten ouderengeneeskunde steeds meer aanvragen sturen. In het begin liep het nog niet zo lekker, maar ondertussen krijgen we toch veelvuldige aanvragen. Daar zijn we hartstikke blij mee. En welke voordelen ervaren jullie zelf? Nou, het belangrijkste voordeel zit er met name in dat we wat meer tijd hebben om een goed antwoord te geven. Dat betekent dat we niet rennend over de gang de huisarts een antwoord moeten geven, maar dat we rustig achter de computer kunnen zitten, het patiëntendossier kunnen openen en alle uitslagen kunnen bekijken om de huisarts ook echt met een kwalitatief goed antwoord weer van dienst te kunnen zijn. En dat zorgt ervoor dat er minder verwijzingen komen naar het ziekenhuis en dat we zelf ook meer tijd overhouden om de complexe zorg in het ziekenhuis goed te kunnen leveren. Nou, dat was een duidelijk verhaal van Joukje. Een teleconsult aanvragen kan nu over cardiologie, dermatologie, nefrologie, MDL, orthopedie, urologie en longgeneeskunde. Andere vakgroepen sluiten later aan. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling externe zorgrelaties. Samen maken we de zorg beter.